Dag Pieter Ziel, goedenavond. Goedenavond. We staan hier in de Culture Club in Gent. Inderdaad. Met een reden, hè? Absoluut, het was vanavond de persvoorstelling van Topmanneken 2012. We hebben 28 nieuwe schitterende finalisten. We hebben die vanavond allemaal aan het publiek en aan de pers voorgesteld. Ja, het is voor jou ook een beetje nieuw. Het is inderdaad nieuw. Verkiezing organiseren is niet nieuw voor mij. Topmanneken organiseren is wel nieuw voor mij. Het is het eerste jaar dat ik nu Topmanneken organiseer. Het is een nieuwe uitdaging, maar ik zie het echt volledig zitten. Ja. Komen die mensen bij u terecht, denkt u? Wel, ik werk als eventmanager bij Accent Jobs. En de House of HR, dat valt onder Accent, heeft onlangs de verkiezing Topmanneken overgenomen. En ze wisten dat ik Miss & Mr. Gent ook organiseerde, dus ze hebben mijn ervaring aangesproken en gevraagd of ik de organisator van Topmanneken wou worden. Ja, goed gedacht van Philippe Krakow, dacht ik. Dankjewel, dankjewel. De mensen nu voorgesteld vandaag, drie groepen? Drie groepen, inderdaad. We hebben dus eerst en vooral de categorie Topmanneken. Daarvoor hebben we 8 vrouwelijke finalisten en 10 mannelijke finalisten. Daarnaast willen we ook mensen die niet de ideale mannequingrootte hebben, maar die wel een goede uitstraling hebben, ook de kans geven om finalist te zijn, om zich te bewijzen. En daarom hebben we ook 10 finalisten voor de categorie topfotomodel. Ja, was het een moeilijke casting? Het was zeker een moeilijke casting. Ik had niet verwacht dat we zoveel inschrijvingen gingen hebben. Ik denk dat we om en bij 200 inschrijvingen gehad hebben. We hebben ongeveer een 100 à 120-tal mensen gezien. Om van zo'n grote groep naar 28 finalisten te gaan, is het uiteraard geen evidentie. Wat waren de normen om er door te zijn of niet door te zijn? Wel, we hadden eigenlijk 2 grote normen. Eerst en vooral sowieso de looks, want het is en blijft een mannequinverkiezing. Dus uitstraling en looks. In de tweede plaats attitude. Telkens op de casting hebben we ook een attitude workshop gedaan om echt na te gaan of mensen verbaal sterk genoeg waren om finalist te worden bij ons. Dus aan de hand van die 2 grote pillars hebben we dan eigenlijk onze finalisten geselecteerd. Op 27 april, dacht ik, grote finale. Ja. Grote finale in de feestzaal Horta in Antwerpen. Het zal 1 groot spektakel worden, dat kan ik nu al garanderen. Jullie zijn uiteraard meer dan welkom. En ik zou zeggen, iedereen, schrijf alvast 27 april in jullie agenda, want Antwerpen zal knallen. Waar kunnen die kaarten verkregen worden? De kaarten kunnen gewoon via de website aangekocht worden of besteld worden. Of via de finalisten die ook kaarten zullen verkopen. Ja, misschien de website nog even vermelden, Pieter? De website is vernieuwd sinds dit jaar. Het is een echt pareltje geworden. En de website is www.topmanneken.be. We kijken daar naar uit. Bedankt, Pieter. Dank u wel.